Hey, wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Voordat deze video gaat beginnen heb ik een super leuke winactie om om dit jaar af te sluiten, knallend af te sluiten en knallend het nieuwe jaar in te gaan. Je kan namelijk kans maken op een heel mooi rijk gevuld pakket van Oasis. En er zit Oasis Bio in. Verschillende vormen aan steekschuim, bollen, een krans. Oasis Bio Hart, taartjes, ook gewone steekschuim, zowel de bio variant als de gewone variant. Dus een mooi rijk gevuld pakket waar je sowieso eventjes mee vooruit kan. Wat moet je daarvoor doen? Wens elkaar hieronder eventjes gelukkig nieuwjaar. Maar gewoon aan elkaar, want ik vind het heel leuk naar alle kijkers die hier kijken. En trouw volgen en reageren hieronder. Je mag het ook aan mij doen, maar je mag het ook vooral aan de mensen hieronder doen. Om zo gezellig samen met de bloemschikkers, de creatievelingen, het jaar uit te gaan en het jaar in te gaan. Ik wens jullie ook allemaal alvast een heel gelukkig nieuwjaar. En ik zou zeggen, laten we gauw met de video gaan beginnen. Super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En ja, kerst is voorbij. Kerstboom eruit, kerstgroen eruit, glitters eruit en verse bloemen er weer in. Ik heb er zin in en ik hoop jij ook. Ik hoop dat jullie allemaal een hele goede feestdagen hebben gehad. En mocht je de video op de dag zelf kijken, dan wens ik jou een heel gelukkig nieuwjaar alvast. En mocht je hem later kijken, wens ik je natuurlijk ook een gelukkig nieuwjaar. We gaan een nieuw jaar tegemoet met nieuwe verse bloemen, bloemstukken, inspiratie, positiviteit en veel kleurrijke bloemen en bloemstukken. Ik heb er super veel zin in, ik hoop jij ook. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan mis je ook in het nieuwe jaar niks van alle leuke video's die ik maak. En wil je dit pakket van vandaag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar je ook woont, het komt gewoon naar je toe. En dan zou ik zeggen, laten we gauw beginnen. Vandaag gaan we aan de slag met een bijzonder product, vind ik zelf. Ik vind het een heel mooi product. Het is een aardig nieuw product. Allereerst kurk, een ondergrond, is niet nieuw. Maar waar we wel mee gaan werken is Oasis Terra Brick. Ik heb jullie daar al eens in de vlogs over verteld en jullie waren daar heel nieuwsgierig naar. En het pakket van vandaag kan je dus ook bestellen met Terra Brick of met gewoon steekschuim als je het liever hebt. Dan kan je zelf de keuze maken, maar ik vind het een heel mooi product. Het product kan je elke keer weer gebruiken. Of elke keer, je kan het een aantal keer weer gebruiken. Wat dus maakt dat je het makkelijk kan verversen. Je kan ook makkelijk weer water toevoegen, want wat ik een bijzonder verschil vind met normaal steekschuim is dat normaal kan je geen water erbovenop doen. Krijg je luchtbelletjes. Met dit product kan dat dus wel. Heel bijzonder. We gaan wel even met een waterschaaltje werken. Zodat je hem goed binnen kan zetten. Wil je hem nou niet binnen zetten, bijvoorbeeld buiten? Dat kan natuurlijk ook. Of heb je een ander plekje. Dan kan je ook gewoon het Terra Brick zo gebruiken. Maar om geen kringen te krijgen, gebruik ik even een lekker schaaltje. Ik snij hem even op formaat. Je kunt al zien dat het een heel ander product is dan steekschuim. En ik moet zeggen dat ik verrassend verbaasd was hoe goed dit product water opneemt en ook het water blijft vasthouden. En ik heb al eerder laten zien dat ik hier een bloemstuk mee heb gemaakt. Zoals je kan zien is het helemaal mooi doordrenkt met water. Mocht je zien dat het nog niet zo is, dan giet je gewoon weer een beetje bij. Want dat is het mooie, je kan er gewoon een beetje bij gieten. Hier zullen er niet zo snel luchtbelletjes in ontstaan. En het handige is dus nu met een waterschaaltje dat je er gewoon elke keer water kan bijgieten. En we gaan dus werken op een stuk schors. Elk stuk schors is anders. En we gaan het even een beetje vastzetten met wat mos. Want zoals je ziet, hij is wat bol, dus er zit een beetje ruimte tussen, waardoor hij een beetje kan wiebelen. Dat zetten we vast met wat mos. En daar zetten we dat vast met een krammetje. Eigenlijk werkt het vrijwel hetzelfde als steekschuim. Ik vind het heel iets stug gesteken, maar wel mooi stevig. Dus ik werk er wel graag mee, moet ik zeggen. Dan gebruik ik wat galax.
En dan hebben we al een hele mooie baasje. Ik vind kurk echt prachtig. Heel mooi natuurlijk en passend bij het product waar we vandaag mee werken. We gaan hem mooi fris qua kleur opmaken. Met mooie roze tinten. Maar mocht je nou zeggen van ik wil graag een andere kleur ontvangen, kan je dat gewoon aangeven. Aan de zijkant zie ik ook nog wat asparagus. Mocht je nou nog een stukje over hebben, kan je die ook aan de bovenkant insteken. Net hoe lang je het asparagus wil. En zoals je ziet steekt er best wel makkelijk in. Een mooie distel. Aan de zijkant laat ik de distel wat langer. En je zult merken met het verversen dat je Terrabrik ook makkelijk weer water opneemt. Safari. Dan heb ik mooie roze Lysiant. En deze laat ik ook iets langer aan de zijkant. Mocht je wat kortere stukjes hebben, kan je die er kort bij insteken. En dan heb ik Ornithogale of Zuiderwindlelie, die laat ik ook wat langer. Dan krijg je een mooi langwerpig stuk. Dan heb ik Limonium. En deze laat ik er iets bovenuit steken. Ik gebruik nu roze, maar je hebt bijvoorbeeld ook paars, is ook heel mooi. Zou ook goed bij dit stuk kunnen passen. En dan heb ik nog wat Lysiantes in het paars. En deze zal de kleur heel mooi ophalen. Roze paars mooi bij elkaar. Vooral met die blauwe distel erbij. Heel mooi fris van kleur. Steek ze bij tussen. Die mengt er ook mooi bij tussen. De langere stelen kun je ook echt wel iets langer laten. Ook al zijn het enkel de knopjes. Dan steken we in het midden wat berengras en die brengen we naar de buitenzijde. En die verbinden we weer met de zuiderwindlelie. Zoals jullie weten werk ik graag met berengras omdat je daarmee een heel apart effect kan creëren. Dus daarmee maak je echt een mooi bloemstuk. Dan maak je het ook net even weer anders dan anders. En zoals jullie weten hou ik daarvan. Het uiteinde maak ik vast met een touwtje. Dat wikkel ik voorzichtig om de zuiderwindlelie heen. Om het aan te halen. En leg er gewoon even een knoopje in. Het
trek het touwtje niet te hard aan. Dat je de zuidermeerlelie niet beschadigt. En het overige touwtje snij ik even af. En dat doe ik ook aan de andere kant. Mocht je de berengras te lang vinden, kan je die gewoon de uiteindes even afsnijden. Ik vind het mooi om ongeveer de lengte van het kurk aan te houden. Mocht er nou nog wat zichtbaar zijn, wat haast niet eens storend is, omdat de kleur nu bruin is, dus je ziet het niet zo snel. Maar kan je het alsnog een beetje mos toevoegen. Ja, het stuk is echt prachtig. Kijk dan hoe mooi om ergens neer te zetten. Ik vind hem geweldig, heel apart. Ja, de onderkant is heel mooi. Je kan de kurk eventueel nog op de kop gebruiken, mocht je het leuk vinden. Maar ja, dit is toch geweldig. En dan hebben we echt een prachtig bloemstuk gemaakt. Kijk dan eens even. Dat is wel even weer wat anders dan een kerststuk. Lekker frisse bloemen op tafel. Echt, ik word hier heel erg blij van. En ik heb ook zin om de komende tijd weer met zulke mooie bloemstukken en bloemen aan de slag te gaan. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwonlinebloemist.nl. Je kan hem dus met de Terra Brick bestellen of gewoon met steekschuim. Wat je zelf het fijnst vindt, wat je het liefst hebt. Maar ja, dit is toch een toppetje. Dit wil je toch gewoon op tafel. Weg met die kerststukken. Verse bloemen erin, zou ik zeggen. Hè? En ja, je kan dus meedoen met de winactie. Ja, wens hieronder elkaar even een gelukkig nieuwjaar. Dat zou ik ja, heel erg leuk vinden. Want ja, met die grote groep die elke keer hier kijkt en reageert, ik was er blij van. Dus doe dat vooral ook naar elkaar. En ja, ik wens jullie ook allemaal een heel gelukkig nieuwjaar. En ja, ik wil jullie weer bedanken voor het kijken. Laten we het jaar knallend ingaan. En vooral een goed, gezond jaar met veel bloemen en passie en creativiteit. Goed, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe een duimpje omhoog en zie je bij de volgende keer weer.